Zo, vandaag weer een verhaal van Ottjan Dikkie. Deze keer timmeren. De papa van Ottjan Dikkie is een kast aan het maken. Het is een grote kast met deurtjes die open en dicht kunnen. Papa heeft het er warm van gekregen, heeft zijn trui uitgedaan. De kast is bijna klaar. En Ottjan Dikkie kijkt ernaar. Nou, je moet wel opschieten hoor, zegt hij. Het is al 9:15. Papa kijkt verbaasd. 9:15? Het is toch pas 3:00, Ottjan Dikkie? Maar Ottjan Dikkie schudt zijn hoofd. Nee, het is 9:15 en als het 9:15 is, moet je altijd opschieten. Als je naar de crèche gaat, zegt papa. Maar vandaag gaan we toch niet naar de crèche? Nou, dan mag ik televisie kijken, zegt Ottjan Dikkie. Er is niks op televisie, zegt papa. Het is pas 3:00. Maar Ottjan Dikkie weet het beter. Het is 9:15. Dan moet je opschieten en anders mag je wel televisie kijken. Papa wordt een beetje zenuwachtig van Ottjan Dikkie. En hij slaat boven op zijn duim. Oh, de tranen spatten uit zijn ogen. Ottjan Dikkie kijkt er met belangstelling naar. Papa, jij kan ook wel huilen. Ja, schreeuwen ook, schreeuwt papa. En hij rent naar de keuken om zijn duim onder de koude kraan te houden. Ottjan Dikkie pakt de hamer en een spijker. Hij kan best wel timmeren, want hij is groot. Als hij op de tafel staat, is hij net zo groot als papa. En dat is groot hoor. Dan kun je timmeren. Ottjan Dikkie probeert de spijker in de kast te slaan. Het lukt. Met één klap slaat hij de spijker midden in het deurtje. Trots kijkt hij naar zijn timmerwerk. Papa is weer terug en hij ziet de spijker uit het deurtje. Oh, Ottjan Dikkie, wat heb je nou gedaan? Nou, ik kan timmeren, want ik ben groot, zegt Ottjan Dikkie. En hij wijst naar de spijker. Daar kun je een jas op hangen. Of een trui, of een lapje. Papa zucht en grinnikt. Precies, zegt hij. Nou zo, zegt Ottjan Dikkie, en dan ga ik nu puzzelen. Hij kijkt papa aan. Of televisie kijken? Ga maar een puzzel maken, zegt papa. Dan mag je straks televisie kijken. Als het 9:15 is, zegt Ottjan Dikkie. Zoiets, zegt papa. Tot de volgende keer.